Hoofdstuk 8. Waarom straffen we? Doelen van straf in Nederland. Er zijn 7 doelen van straf in Nederland. Wraak en vergelding. Genoegdoening. Afschrikking van de dader. Afschrikking van anderen. Beveiliging van de samenleving. Voorkomen van eigenrichting en heropvoeding. We gaan even dieper in op deze 7 doelen. De eerste is wraak en vergelding. Wraak is de oudste reden voor straf. Wanneer iemand je iets aandoet, wil je ook graag dat die persoon iets wordt aangedaan. Dus dat die persoon een vervelende tijd heeft. Dicht bij wraak en vergelding ligt genoegdoening. Als de ander ook iets wordt aangedaan, kun je daardoor als slachtoffer zijnde beter voelen. Nou, dat noem je genoegdoening. Afschrikking van de dader of daders. Een straf moet wel zwaar genoeg zijn, zodat anderen gaan denken, dus de dader gaat denken, hé, ik ga dat niet nog een keer doen, want ik wil niet nog een keertje zo'n straf. Zo'n zware straf heeft ook een uitwerking op anderen. Zij kunnen dan zien van, hé, ik moet dat niet doen, want dan kan ik zo'n straf krijgen. Van een zware straf gaat dus een preventieve werking uit. Je schrikt er anderen dus mee af. Beveiliging van de samenleving. Als een crimineel in de gevangenis zit, kan hij de samenleving geen last bezorgen. Door hele gevaarlijke criminelen een lang gevangenisstraf te geven, maak je de samenleving dus veiliger. Want als ze niet in de maatschappij rondlopen, kunnen ze daar ook niks uithalen. Dus is Nederland iets veiliger. Het voorkomen van eigenrichting. Even ter herinnering, eigenrichting is het spelen voor eigen rechter. Als daders niet worden gestraft, kunnen het zijn dat mensen dus voor eigen rechter gaan spelen. Het lastige hiervan is dat de een straf veel te licht vindt en de ander een straf veel te zwaar. Het ligt er maar dus net op welke bril je op hebt. Heropvoeding. Heropvoeding is tegenwoordig de belangrijkste doel van straf in Nederland. De overheid probeert dan een dader te resocialiseren. Heropvoeding noem je ook wel resocialisatie. Je probeert mensen dus opnieuw aan te passen aan de maatschappij. Dit stopt dus niet wanneer iemand uit de gevangenis komt. De reclassering zal dan de gevangene begeleiden om zijn plek in de maatschappij weer opnieuw te vinden zonder dat hij daarbij weer vervalt in criminele activiteiten. Een groot verschil in straffen vind je als je kijkt tussen vroeger en nu. Dat noemen we de veranderende invalshoek. Vroeger was het belangrijkste doel van straf wraak. De meeste straffen waren lijfstraffen. Denk bijvoorbeeld aan vierendelen, onthoofden, aan de schandpaal, benen afhakken of kiel halen. Als je kijkt naar straffen in andere landen, dus we gaan de vergelijkende invalshoek gebruiken, dan zie je dat een groot verschil met Nederland is dat in sommige landen de doodstraf nog aanwezig is. Op het kaartje zie je een overzicht in welke landen nog de doodstraf aanwezig is en waarvoor je dat dan krijgt.